Minister Jet Bussemaker wil met studenten, docenten, bestuurders en andere betrokkenen verkennen hoe het hoger onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Daarom organiseert ze 5 regiobijeenkomsten bij hoger onderwijsinstellingen, de HO-tour. De derde bijeenkomst vindt plaats in de regio Zuid, bij de Universiteit in Maastricht. Het thema van deze dag is Instelling van de Toekomst. We hebben het vandaag over de toekomst en de kwaliteit van het hoger onderwijs. En in het bijzonder over de instelling van de toekomst in, de maatschappelijke omgeving. Universiteiten en hogescholen die raken eigenlijk steeds meer verbonden met de omgeving. Het werd net al gezegd, de regionalisering is echt van cruciaal belang. Een van de onderdelen tijdens de HO-tour is de presentatie van een top 5 met daarin ideeën van studenten en docenten voor beter hoger onderwijs. Dat hogercolleges opgenomen moest worden voor hogescholen. Het is vaak dat als je een hogercollege mist, dat je ook meteen een heleboel lesinformatie mist. En op deze manier kunnen studenten een hogercollege toch als ondersteuning gebruiken, de opnames. En kunnen ze alsnog, als ze een hogercollege missen, thuis opnieuw kijken. Meer ruimte voor 1-op-1 onderwijs. 1 student, 1 docent en dan samen zin voor zin kijken naar wat je bedacht hebt. In kleinere samenstellingen werd er dieper op de thema's ingegaan. Ik vond het interessant. Ik heb altijd van tevoren wel een bepaalde mening geprobeerd te ontwikkelen. Maar ik merk al dat die vrij snel wordt aangepast door alle mensen om je heen. En dat vind ik juist ook wel leuk aan vandaag wat dat betreft. Wat me opgevallen is dat er wel heel erg werd gekeken naar die studenten die niet gemotiveerd zijn. En om die gemotiveerd te krijgen, hoe je dat gaat doen. Ik denk dat sowieso jongere generaties, dat die misschien wel iedereen, maar dat zij vooral getriggerd worden als er echt een probleem gesteld wordt. Als het over het echte leven gaat. En als we op die manier een deel van het onderwijs meer vorm zouden kunnen geven, dan denk ik dat we echt iets toevoegen. Er staat bij het hoofdkantoor van Albert Heijn een bronzen standbeeld van een huisvrouw in de regen. En op dat standbeeld staat geschreven een citaat van meneer Albert Heijn: dat wij nooit vergeten voor wie wij werken. Voor iedere universiteit zou een standbeeld moeten staan van 2 studenten in gesprek, wie erbij mag, dat wij nooit vergeten voor wie wij werken.